Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 6 september. En vandaag is de dag dat ik weer zangles heb. De zomerstop is voorbij. De zomerstop leek echt eeuwig te duren als je het mij vraagt. Ik ga weer beginnen. Ik moet zeggen, mijn praatstem is wel zo goed als 100%. Ik merk 's avonds nog steeds wel dat hij dan moe is. Maar mijn zangstem is echt nog niet 100%. Ik kan niet meer dan mijn best doen. En ik heb wel heel erg zin. Ik heb ook expres, ondanks dat ik al zei dat ik eigenlijk wel de afgelopen weken heel graag wilde zingen, omdat het voor mij een uitlaatklep is, heb ik het niet gedaan. Omdat ik ook wist dat het alleen maar slechter zou worden met mijn stem dan. Ik ben heel benieuwd wat er nu uit gaat komen. Ik heb wel een nieuw liedje wat echt heel dicht in mijn hart zit momenteel. Waarvan ik denk, kan ik dit zingen zonder te janken? Maar het is wel wat ik nodig heb. Dus ik heb er gewoon voor gekozen. En ik heb echt een super goede band met mijn zanglerenresje. Dus ik ga haar natuurlijk ook wel vertellen. Want ik ga binnenkomen en dan gaat zij vragen, hoe was je zomer? Dat weet ik nu al. En dan gaat het er toch wel uitkomen. Hopelijk zonder tranen. Dat zou ik wel fijn vinden. Maar wie weet kan ik niet te veel van mezelf vragen. Ik heb er in ieder geval wel gewoon echt zin in. En het is wel echt weer tijd om het zingen een beetje op te pakken. En wie weet valt het alles mee en kan ik dus gewoon al meer dan ik dacht. Kijk even, ik heb dit mooie pak aangetrokken. Echt love it. Het zou kunnen dat het iets te warm is, maar dan trek ik na zangles wel een soort van luchtige outfit aan. Maar voor nu vond ik dit. Ik zag hem hangen en dacht ik, ja, deze wil ik aan vandaag. Ik heb trouwens wat betreft zangles ook de beslissing genomen om 1 keer in de 2 weken te gaan doen. Het heeft 2 redenen, nou, die eigenlijk op hetzelfde neerkomen. Zij is dus helemaal voor zichzelf begonnen. Want ik vertelde vorig seizoen aan het einde dat de muziekschool ermee ging stoppen. Dus we zitten nu op een eigen locatie die zij zelf moet huren. En het heeft allemaal wat gevolgen voor haar. Maar dat heeft ook gevolgen voor de prijs. Dus het is een stuk duurder geworden. Ik moet mijn vaste lasten nu allemaal alleen gaan betalen. Wat kan? Want ik werk bij het feest erbij. Maar ik heb het feest er nu zeg maar wel bij nodig. Waar het eerder een soort van extraatje was. Dus ik moet keuzes maken hier en daar. En toen dacht ik, toen ik de nieuwe tarieven kreeg. Toen dacht ik, ja, dan moet ik gewoon naar 1 keer in de 2 weken gaan. Want dat scheelt de helft van het geld, letterlijk. Maar ik zou het ook niet willen missen. Dus het is voor mij dan wel een uitdaging om te zorgen dat ik thuis goed blijf oefenen en blijf trainen. Zodat ik in die 2 weken ook een ontwikkeling maak. Weet je, misschien op termijn dat het weer verandert. Maar voor nu is dit gewoon de beste beslissing. Oh jongens, dit was helemaal. Ik weet dat ik me niet hoef te schamen voor haar hoor, 100%. Maar wat ik al zei, muziek, ja, zingen, daar zit al zoveel in. En ik had nu dit nummer uitgekozen omdat dit nummer zeg maar mijn break-up song is. En omdat ik die al weken zo graag wil zingen. En gisteren heb ik hem dus ook 2 keer gedaan thuis. En toen ging het echt helemaal prima. Nou, en nu was ik er echt 3 zinnen in. En toen begon ik echt helemaal te janken. Oh, en zij was zo lief. En ze zei ook, dit is juist prachtig. Want je geeft me nu zoiets echt. En ja, ik ging na die 3 zinnen. Begon ik het nog een keer op te pakken. Maar het ging voor geen meter. En toen zei ze ook, we gaan gewoon nu een nummer pakken wat eventjes heel ver weg staat. Want dit moet je gewoon thuis heel veel blijven zingen. Maar is nu te vroeg. Is te vroeg. Ze zegt, ik snap dat je dat graag wil en dat moet je ook doen. Maar voor nu is dit nog te veel. Ik had gisteren ook gewoon best wel een goede dag. Volgens mij heb ik gisteren best wel veel kunnen doen zonder echt me
verloren te voelen. En nu gaan we weer even. Ik kreeg trouwens ook een comment van iemand die zei, misschien kun je beter even een aantal weken niet vloggen, want iedere keer dat verdrietig zijn en dat erover gepraat, dat is niet leuk om naar te kijken. Kan ik me voorstellen. Maar in dat geval denk ik dat het beter is. Oh mijn god, dat loopt toch een heel schattig klein hondje. Dat je dan zelf ervoor kiest om een tijdje niet te kijken. Want ja, ik vlog natuurlijk gewoon letterlijk mijn leven. En dit is wel hoe mijn leven nu is. En ik kan niet doen alsof ik dit niet voel. En ik denk ook dat het heel realistisch is dat het leven gewoon fucking pijn doet af en toe. En daarom deel ik het ook. En ik doe alsnog mijn best om leuke vlogs te maken natuurlijk. Maar dit is wel de realiteit. Gadverdarrie. En ik wil zo graag het nummer zingen. Ik ga dat niet in de vlog stoppen verder hoor. Dat hebben jullie nu niet gezien. Dat ben ik echt. Dat ben ik, nee, want echt, ik brak zo hard. Het was echt alsof ik bij mijn moeder als een klein kind. Zo. Hey there, how are you doing? You say you're fine, but the truth is I know you're not okay. 5000 miles away. Goedemorgen lieve mensen, mocht je denken, what's happening here? Ja, de woensdag is al aangekomen. Het is woensdag 7 september. De dinsdag verliep totaal niet hoe ik hem in gedachten had. Jullie hadden natuurlijk het laatste wat jullie gezien hebben, was dat ik echt wel al gewoon verdrietig was. Nou, toen ben ik naar huis gegaan, toen ben ik in bed gaan liggen. En niet uitgekomen totdat mijn broer een berichtje stuurde of ik frietjes kwam eten. Ja, dat was blijkbaar nodig, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vannacht ook niet heel goed geslapen heb. Omdat ik dus, ja, denk ik, de hele dag in bed had gelegen, waardoor ik niet moe was. Dus ik heb overuren gedraaid in het bedenken wat er allemaal mis kan gaan in de toekomst. En hoe ik ga zorgen dat dat niet gebeurt. Maar vandaag ben ik ook wel weer realistisch genoeg om te kunnen zeggen, Sophie, het komt zoals het komt. Ga dan maar gewoon met de dag leven. Dus we gaan met de dag leven. En vandaag is een nieuwe dag. Dus we pakken het weer op. We plakken het gewoon achter elkaar. En ja. Ja, dit is dus het rare. Want zo slecht als ik me gisteren voelde, zo anders voel ik me vandaag. Ik bedoel, ik heb niet het gevoel dat ik alleen maar in bed wil liggen en janken. Ik heb echt zin in mijn ouders zien. Vanmiddag ga ik gezellig naar mijn ouders. Ik heb gewoon zin in het zonnetje dat schijnt. Ik heb zin om een leuke outfit uit te zoeken. Het is zo wisselend. Maar ja, dat is hoe het leven nu is. Dus, het goede nieuws is, even checken voor de zekerheid. Volgens mij is het vandaag 25 graden. Ja. Niet heel zonnig. Ik dacht ineens, ik heb nog een hele mooie gele jurk die ik nog helemaal niet heb aangehad. Omdat ik me, ja, daar niet heel comfortabel. Dat is dus een jurk die heb ik gehouden. Omdat iemand anders, jullie weten wel wie, tegen mij zei, die moet je houden. Want het staat je fantastisch. Maar de conclusie was, ik voelde me er niet comfortabel in. Dus ik heb hem nooit aangehad. Maar nu dacht ik, ik wil het wel weer eens proberen. Dus laat ik hem even aantrekken. Dit is hem. Ja, je kan wel zien dat het gratis liefdesverdriet dieet voor iets meer ruimte heeft gezorgd. Wat er ook wel voor zorgt dat ik me er dus comfortabeler in voel. Maar hij blijft wel een beetje openstaan aan de achterkant. Ik weet niet of dat per se heel mooi is. Ik weet het gewoon niet. Misschien met een blazer erover aan, als het iets meer afkoelt, dat ik hem wel mooi zou vinden. Maar voor nu merk ik nog steeds dat het niet helemaal voelt als mij. Dus het wordt hem toch niet voor vandaag. Ik ben voor helemaal paars gegaan. Ineens voelde ik hem. Ik dacht, dit is hem. Ik wil gewoon lila paars. Ik word er blij van. Lekker zomers. En toch lange broek. Eventueel, als ik buiten in de zon ga zitten, dan kan ik hem wel omhoog doen. Maar ik ben zo klaar voor mijn wintergarderobe. Echt, schiet mij mijn lek. Voor mij mag die 30 graden echt wegwezen. Ik krijg zojuist een berichtje dat mijn Vinted bestelling is geleverd op het punt. En ik ga hem gewoon linea recta ophalen. Waar is mijn sleutel? En want, als die broek het niet is, dan
Moet nog even nadenken. Ik heb eventueel al een tweede optie in mijn hoofd. Maar ik wil gewoon, ik wil vast zeker weten wat ik zaterdag aan wil. Zaterdag wordt een soort van moment waar ik best wel naartoe leef. Omdat ik dan en vrijdag achter de rug heb. Alhoewel ik natuurlijk wel nog bij mijn ouders slaap. Maar ook een keer niet hoef te werken. En gewoon een keer los kan. Nee, tijger. Goed zo. Ja, dank u. Dus ja, ik wil gewoon een soort van de perfecte outfit of zo. Daar is die dan. Ik vind hem fantastisch. De lengte is ook weer echt top. Hij is niet een beetje flared, maar gewoon verzuip flared. Hij heeft aan de bovenkant, zeg maar, ja, dan zie je wel dat hij hier wat ruimte overhoudt. Maar ik vind het niet per se storend. Wat wel storend is, is dat je hem ondergoed er doorheen ziet. Dus dat is een dingetje. Dat moeten we even oplossen. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ik zag dus toevallig dat ze hem nu ook nog gewoon bij de Lovies hebben. Maar dan in de sale. Ik heb hem dus op Vinted besteld. Nou ja, iemand die hem niet meer draagt. Nu heb ik er plezier van. Maar mocht je hem willen, dan kan dat dus. Dan moet je alleen even rekening houden dat je er zwart doorheen ziet. En dat je hem gewoon zelf bij Lovies bestelt. Ander shirtje, daar ga ik er wel op doen. Ik denk gewoon zwart. Maar in principe, ja, love it. Ondertussen aangekomen bij mijn ouders en vooral de grootste lol om de baby uiteraard. Ik heb niet echt geluncht, dus ik heb een beetje honger. Ik zie dat er nog niet is. Honger staat niet op het menu. Nee. Jammer. Ik heb een beetje honger, ja. Nou ja, weet ik niet dus. Pizza, zeg je dat nou? Voor lunch. Waarom niet? Nee, broodje. Oh, wat is dit? Snelle Jelle. Oh, lekker. Top. Ik ben voorzien. Opa is aan het pesten. Dat is gemeen. Give you my jacket, think I'm the perfect guy, barely know you, but all that's on my mind is the feeling of you and I get ahead of myself sometimes, how did one night become a whole damn week, all the red flags, I didn't... Nou, ze is weer thuis hoor. Ze kreeg van alle kanten eten aangeboden. Ik zeg, vind ik super lief en verleidelijk, maar ik heb nog een zak groente die echt op moet. Hey, hallo. Hallo. En ik heb poetjes die ook wat aandacht willen. Ja. Dus ik ga gewoon naar huis. Lekker pastetje maken. Maar ik heb chips gegeten. Dus niet zo'n honger. Dus ik ga eerst eventjes de video van morgen checken. Is dat ook maar gedaan? Ik heb zojuist een van de lekkerste pasta's gemaakt. Die ik in tijden gemaakt heb. En wat heb ik gedaan? Eigenlijk niks bijzonders. Maar ik denk gewoon dat de groentencombi heel lekker is. Want ik had dus die zak van mijn Lidl nog. Die was ook gewoon nog goed. En wat er allemaal in zat. Het was volgens mij voornamelijk prei, lente-ui, een rood uitje, champignon. En daar heb ik zelf nog wortel bij gedaan, omdat ik die nog had. En dan heb ik er knoflookkruiden, peper en zout, parmezaanse kaas en een beetje salade. Ik zweer, ik ben aan het genieten. Ik heb twee happen op en het water loopt me in de mond van heel het idee dat ik de rest van het bord nog leeg mag eten. Dus applaus voor mij. Ik heb mijn zwemspullen gepakt en ik ga een poging doen om mijn spierpijn eruit te zwemmen. Want het is echt, het is niet normaal. Echt, toen ik net van de bank af moest komen, zat ik zo te struggelen. Dat is wel lekker dat je dat met zwemmen op zich niet hebt. Of ik doe iets fout, maar in principe vind ik van niet. Want het gaat hartstikke lekker. En ik merk ook dat... heb ik de sleutel? Waar heb ik de sleutel? Dat het steeds makkelijker gaat, zeg maar. Gewoon... Nou, het kost me minder moeite. Ik heb er zin in. Ik zit helemaal lekker in het ritme. Maar ik kan ook wel tegen mezelf zeggen van... Oh, vandaag is het weekend. Zaterdag en zondag sla ik tegenwoordig vaak over. Want het mag natuurlijk ook gewoon. En dan doe ik ook 5 dagen in de week. Het is maar een half uurtje natuurlijk. Maar het is toch in principe gewoon super goed voor mezelf. Hou op, ik ben hartstikke trots. Ik ga mijn camera wel hier laten. Want die heb ik natuurlijk daar helemaal niet nodig. Ik heb eindelijk weer mijn... heerlijke kussenhoes van Heerlust schoon. Ik heb hem echt oprecht heel erg gemist. Hij is niet normaal. Dit is echt het fijnste wat ik ooit op een kussenhoes heb geslapen. Maar
Ik heb niet zoveel wit, dus ik moet de witte was dan altijd best wel opsparen. Want ik vind het ook een beetje zonde om dan voor nauwelijks aan te zetten, zeg maar. Maar hij is er weer uit en ik ga er weer van genieten. Ik wil er sowieso eigenlijk nog eentje bestellen. En dan misschien wel een ander kleurtje, want ze hebben ook andere kleuren. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten, mocht je het leuk vinden. Maar ik ben bij het zwemmen lekker gaan douchen. Helemaal als straks het gas zo duur is. Kun je beter met zwembad douchen. Dus warm water is gratis. En dan neem ik gewoon zelfs mijn pyjama mee daar naartoe. En dan trek ik na het douchen mijn pyjama aan. Ja, dat is echt het ultieme moment voor mij. Zo, ik weet niet. En dan kan ik daarna gewoon lekker hop naar huis. Chillen. In mijn bed liggen, want mijn telefoon is leeg. Dus ja, boeien. Kan mij het schelen dat het 9:30 is. Kan mij echt gereed schelen. Ik ga gewoon slapen. Ik heb weer eens de scrunchy krultechniek geprobeerd. Ik zag op TikTok een andere versie waarvan ik dacht, oké, dat wil ik een kans geven. Dus dat ga ik nu doen. En dan zien jullie morgen het resultaat. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video. Slaap lekker.